Ik ben Jan Laremans en ik kom uit Grimbergen. Ik ben verkozen van op de derde plaats van de lijst Vlaams Belang voor Vlaams-Brabant. Ik ben niet nieuw in de politiek, want ik doe al lang de provincieraad sinds 1991 in Vlaams-Brabant, 95 eigenlijk, fractievoorzitter. En ik ben beroepshalve leraar Nederlands-Duits. En nu zou ik graag mijn ding doen in de commissie Onderwijs en Vlaamse Rand voor de komende 5 jaar. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, ik heb al meer dan 30 jaar deelgenomen aan de verkiezingen. Vooral aan de provincieraadsverkiezingen, waar ik iedere keer herkozen werd. Dus dat is één, maar ik stond ook bijna altijd op de lijst van het Vlaams parlement. Meestal als lijstduwer, omdat ik gewoon wilde bijdragen voor de lijst, maar niet zetelen. Maar ik vind het belangrijk dat je als burger, als je vindt dat de dingen niet goed lopen, als je vindt dat het bestuur niet goed is voor de Vlamingen, dat je dan zelf ook de hand aan de ploeg slaat en dan in een of andere partij gaat meehelpen en meetrekken om het in de goede richting te duwen. En ja, dat is het systeem van verkiezingen. We hebben te weinig directe democratie. Dus moet je doen via een partij en moet je daar proberen om mee te duwen om het in de goede richting te laten evolueren. En ik hoop dat dat nu met deze verkiezingsuitslag zal kunnen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, dat was een leuke avond natuurlijk. 5 jaar geleden zat iedereen in zak en as en nu was het een totaal ander plaatje. We wisten al van in de namiddag dat de eerste uitslagen die binnenkwamen uit Diksmuiden en Heist op den Berg en zo verder, dat die ongelooflijk goed waren. Dus dat gaf wel veel moed. En mooie uitslagen die daar telkens bleven binnenkomen. Veel enthousiasme van de mensen allemaal. Maar voor ons was het toch een beetje nagelbijten nog, omdat de uitslagen van Vlaams-Brabant maar niet binnenkwamen. Alleen Leuven was binnen en dat gaf een heel vertekend beeld, want in Leuven, dat is de meest linkse stad in Vlaanderen zo ongeveer, daar haalden wij 8%. Ja, dus dat betekende heel weinig. En die andere gebieden, die andere kieskantons, kwamen maar niet binnen. En dan denk ik, mijn eigen gemeente bijvoorbeeld, Grimbergen, dat is digitaal volledig. Om 3 uur wordt dat afgesloten en om 9 uur 's avonds was daar nog niks van binnen. En dan vonden we dat raar dat andere kantons daar wel in slagen of andere kieskringen er wel in slagen om die uitslagen binnen te laten komen. En ja, 8 uur 's avonds was het nog altijd maar 10% of zo of 11%. Dus niet genoeg voor een derde zetel. En dan wordt dat zo een beetje zenuwachtig van hoe gaat dat nu verlopen? Gaan we toch nog hoger dan die 11%, want overal zat men aan 17, 18, soms boven de 20%. En Vlaams-Brabant bleef achter. En uiteindelijk, na 10 uur, waren die dan toch grotendeels binnen. En dan was die derde zetel ook binnen. En dat was dus, op dat ogenblik was het natuurlijk wel leuk, maar je moet eerst zeker zijn. Want er zijn zo vaak van die uitslagen die binnenkomen, mensen die denken dat ze verkozen zijn als ze gaan slapen en 's morgens wakker worden zonder zetel. En je mag nooit te vroeg juichen, dus altijd een beetje voorzichtig blijven van is het wel zo, we zullen het morgen vroeg wel zien. Die van de provincieraad bijvoorbeeld in oktober, die zekerheid heb ik pas gehad de volgende dag om 12:30 PM. Dus we wisten niet wie die zetel had, was dat de tweede op de lijst of was ik dat? Ik had duidelijk meer stemmen, maar die potstemmen spelen mee en dat wisten we dus niet zeker. En dat is soms wel wat vervelend, maar ja, goed, dat zijn details. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, met dat van de partij uiteraard. Dat was een fantastisch resultaat. Wij hadden dat al wel voelen aankomen, omdat we nogal wat op sociale media zitten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld CD&V, die Wouter Beke zei deze week dat hij dat niet had durven voorspellen, dat ze zo'n slecht resultaat zouden boeken. Wel, wij hadden dat wel durven voorspellen. Wij zagen ook dat Groen niet vooruit zou gaan op sociale media, omdat de mensen heel duidelijk te kennen gaven dat ze dit keer voor ons zouden stemmen. En we voelden dat het ook pakte. Als je de velden ging, bijvoorbeeld in Leuven zaten we in een bijeenkomst waar Tom en Dries naartoe gekomen zijn. Zo Tom op Tour heette dat dan en er is Verlangen over daarbij. En dan zie je daar in één keer 150 jonge mensen opduiken die je van haar nog pluim kent en die daar gewoon op basis van een Facebookbericht naartoe komen.
pintje komen pakken en dat enthousiasme was enorm groot. En we voelden dat overal op de markten, dat het nu wel goed zat tegen 6 jaar. 5 jaar geleden, toen was iedereen, nee, N-VA gaat mogen meedoen en die geven nu een kans. En toen hebben wij zwaar verloren, N-VA sterk gewonnen. En nu is het omgekeerd en we zijn daar uiteraard heel tevreden mee. Wat mijn persoonlijk resultaat betreft, ik had een 7300 stemmen of zo, wat een mooie score is, denk ik. En we zijn benieuwd wat er uit de bus komt. Dat is boven de hoofden dat er beslist wordt. Wij moeten maar op het lagere echelon meespelen. Maar we zullen ons best doen, als we in de oppositie zitten, om toch heel duidelijk kritiek uit te brengen op wat er verkeerd loopt. Zoals we dat de voorbije 30 jaar trouwens ook al gedaan hebben. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik neem aan dat we hier toch ook veel gaan bijleren over wetgeving. Want in het onderwijs, in de dagelijkse praktijk, zie je eigenlijk niks over wetgevend werk dat hier gebeurt. Wij moeten enkel uitvoeren en er wordt helaas een beetje te weinig rekening gehouden met de werkvloer. En dat is niet alleen voor het onderwijs zo, maar ook voor vele andere zaken. En ik denk dat het nuttig is dat er mensen vanuit verschillende beroepsgroepen hier zitten, om dan toch te kunnen zeggen, jongens, die wetgeving, dat is allemaal misschien mooi geformuleerd, maar in de praktijk werkt dat niet om die en die en die reden. Men heeft hier bijvoorbeeld het M-decreet gestemd in het onderwijs, waarbij men dus inclusief onderwijs wil en mensen met een beperking en zo naar het gewoon onderwijs wil sturen. Dat is allemaal mooi in theorie, maar in de praktijk werkt het heel vaak niet en het werkveld was er ook absoluut niet voor te vinden, of de meesten toch niet. We hebben namelijk in dat bijzonder onderwijs, dat heel uiteenlopend is van verdoven en verblinden en voor mensen met autismeproblemen, daar zijn mensen voor die daar gespecialiseerd in zijn. Die weten hoe ze met die leerlingen moeten omgaan. Dat is een heel andere aanpak. En als je dan die in een klas van 24 gooit en die leerkracht heeft daar een amper ervaring mee, dan wordt dat een dik probleem. Dat kan lukken, maar je hebt ook maar beperkte mogelijkheden en men zegt dan we gaan die ondersteunen, maar die ondersteuning is dan veel te beperkt, zeker in het lager onderwijs, waar die juffen en die meesters al genoeg te doen hebben met de gewone klas en de moeilijkheden daarin. En dan wordt dat echt te veel en men zou daar beter op terugkomen, vind ik. En dat is nu één voorbeeld, dat is het M-decreet. Maar zo zijn er nog een hele hoop zaken waar men veel te weinig de basis contacteert. En dat leidt tot frustratie in de leraarskamer. En ik kan mij voorstellen dat dat voor andere beroepen net zo is. En het Vlaams parlement zou daar veel meer rekening mee moeten houden. En niet enkel specialisten van boven, onderwijsdeskundigen, dat is allemaal interessant, maar ook mensen van het werkveld zelf. En pas dan kan het goed lukken, als je de twee klokken hoort en niet alleen oor laat hangen naar diegenen die het allemaal zoveel beter weten en de zoveelste studie. Probeer het eerst op kleinschalig vlak in 1 of 2 scholen uit. Lukt dat goed, dan kun je dat promoten. Maar allemaal van bovenuit opleggen, dat werkt averechts. En de mensen die het moeten uitvoeren, die zien dat niet graag. En ja, die laten dat ook voelen in het stemhokje, denk ik. Dat heeft zeker ook meegespeeld. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Wel, ik heb net mijn job in het onderwijs niet opgezegd, maar ik moest in een verlofstelsel gaan. Dus dat is telkens opnieuw een jaar verlof nemen. Want je mag het niet combineren. Je kunt niet zeggen, ik ga halftijds lesgeven en halftijds parlementair. Dat mag niet. Dus onderwijs is volledig op non-actief gezet voor die periode waar ik in het Vlaams parlement zit. En de provincieraad moest ik volledig stoppen, want je mag dat niet combineren. En ik vind het eigenlijk maar best dat je op die ene job combineert. Ik zou dat niet graag zien gebeuren dat iemand in het onderwijs zou staan en parlementslid en nog dit en nog dat. Dat is allemaal veel te veel. Als je dit serieus wil doen, dan moet je daar behoorlijk wat tijd in steken. Je kunt het natuurlijk oppervlakkig doen en verder, maar dat is mijn stijl niet. Ik ben hiervoor gekozen. Ik moet dat hier grondig voorbereiden. Deze vakantie krijg ik nu de tijd om veel te lezen daar rond. Misschien eens in de archieven, in de documenten gaan snuisteren van wat heeft dat Vlaams parlement de voorbije 5 jaar gedaan, om een beetje in die terminologie in te werken. Dus ik ga dat niet combineren, wel met mijn hobby's, maar niet met een andere job. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven?
Ja, op mijn familiaal leven zal dat niet zoveel impact hebben. Mijn vrouw is gewoon dat ik in de politiek zit en dat ik daarvoor geregeld weg ben. Nu zal dat allicht wat meer worden. Maar goed, de kinderen zijn het huis uit, hebben hun eigen gezin. De kleinkinderen komen wel eens over de vloer, zoals vandaag, dat is dan wel leuk. Maar in principe zal dat daar niet zo'n grote impact op hebben. Het is ook, denk ik, een parlement dat vrij regelmatig werkt overdag, dat niet zo nachtwerk is zoals in het federale. Ik vind dat trouwens niet verantwoord, dat mensen hiernaast dan tot uren in de nacht zitten debatteren. Daar heeft geen kat een boodschap aan. Ik vind dat als je boodschap niet kunt brengen op een kwartier, dan moet je daar geen 2 uur over doen, want dan luistert er toch niemand meer. Ik weet uit ervaring in een klas dat 50 minuten de aandacht vasthouden al moeilijk genoeg is. Dus overdrijf daar niet in. Probeer het op een beknoptere manier te formuleren. En je kunt dat altijd natuurlijk schriftelijk nog aanvullen enzovoort voor de details. Maar het moet hier eerst over de grote lijnen gaan. En dat kun je makkelijk op een kortere periode gezegd krijgen. En dan heb je in het weekend nog tijd om naar de kiezers te gaan. Daar naar een feestje hier, naar een vergadering ginder, naar een colloquium ergens anders. Dat is nodig om dan te kunnen zeggen of vragen te kunnen stellen van hoe loopt het hier en waarom doet men dat nu niet zo en waarom, meneer de minister of mevrouw de minister, hebben jullie dat beslist, want die gevolgen enzovoort. Ik denk dat dat nodig is om in het weekend geregeld het huis te verlaten en ergens te gaan eten, ergens te gaan op een terrasje zitten en discussiëren. Dat hoort er allemaal bij. Dus in principe, de weekdagen zitten we hier bezig en in het weekend hebben we dan vrij voor andere dingen, maar ook toch om met het mandaat bezig te zijn. En ik denk niet dat het hier zo nachtwerk wordt en ik zou dat ook niet goed vinden. Dus dat moet perfect te combineren zijn. En ik heb een hobby op vrijdagavond. Goed, ik neem aan dat er dan hier niet zoveel te doen is, maar als dit is echt nodig is dat er vergaderd wordt, dan zal dit wel voorgaan natuurlijk. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik verwacht niet dat wij echt gaan mogen deelnemen aan het beleid. Maar je kunt wel wegen, ook vanuit oppositie. We hebben dat getoond met het Marrakesh-pact het voorbije jaar, dat wij ook vanuit oppositie druk kunnen zetten via sociale media. En dat de mensen dan weten wat er aan de hand is, want ze krijgen daar toch andere informatie dan via de gewone media, die helaas te veel eenzijdige klokken laten horen. En denk maar aan het klimaat, hoe de media dat allemaal in eenzijdige richting hebben gebracht en dat er gelukkig op sociale media toch een tegenwicht is komen om de mensen beter te informeren en ook een andere klok te laten horen. En dan is het aan de kiezer om te oordelen van wat hebben jullie gedaan, wat heeft de regering beslist en wat stellen jullie voor de komende jaren. En daar moeten ze dan maar op oordelen, zeker. Dus ik denk wel, ik ben daar niet ongerust in. Het kan tegenvallen, maar dat is soms aan omstandigheden te wijten die je niet in de hand hebt. Hè. Dat is als een heel, zoals 5 jaar geleden, dan zijn we eigenlijk afgestraft voor het feit dat wij misschien te weinig concrete nieuwe ideeën hadden, te weinig jonge mensen. Ja, en dat konden wij moeilijk verhelpen. Dus men kijkt niet altijd naar wat er de voorbije jaren is gedaan. Eerder naar de verwachting voor de komende 5 jaar. En dan kun je soms ontgoocheld daarover zijn, want ik heb hard gewerkt en zo verder. En toch heeft de kiezer mij niet beloond daarvoor. Ja, goed. Het is ook een verwachting van wat gaat het worden? Wat moet er gebeuren de komende 5 jaar om voor ons te zorgen, om onze de krijtlijnen te bepalen? Waarbinnen wij als burger veilig kunnen leven en financieel kunnen overleven. Want dat was toch een bezorgdheid van de kiezer. Want men gaat allerlei maatregelen nemen over het klimaat en zo verder. En de burger heeft gezegd, hela, we komen nu al amper rond. En dan gaan ze nog eens de benzine duurder maken. Nog eens ons verplichten om onze stookolietank weg te doen en onze elektrische auto te gaan kopen. Ja, wij kunnen dat niet betalen. En dat is een beetje een van de zorgen geweest, terechte zorgen van de kiezer. Men heeft allemaal gedacht, oh, we gaan voor het klimaat zorgen. Maar de gewone man in de straat, die heeft niet die luxe om, zeg maar wat, zijn wagen van 20.000 euro te vervangen door een van 50.000. En dat is makkelijk praten als je goede 2 verdieners hebt, die wat geld opzij hebben staan, ja, dan gaat dat wel. Maar niet iedereen kan dat en men vergeet dat soms wel eens.